We zijn hier in de studio van Pauw en Witteman, nu nog in het Mediacafé. Je hoort op de achtergrond al, het US Concert is aan het repeteren. Een heel bijzonder nummer, dat heeft nog niemand eerder gehoord. Een bewerking van Anouk's Birds. Kom even mee. Kleine studio, dus het orkest zit hutje-mutje op elkaar. Kom even meekijken, wel stil zijn. Vanavond spelen wij de Walkurenriet uit Die Walkuur, zeg maar de tweede opera uit de cyclus waarvan Rheingold de eerste is. We zullen ook een stukje Rheingold zelf doen, de opening. En zo waar krijgen we ook een stukje te horen met de twee broers. De eerste scène van het eerste begin van Alberich en Mime. En we hebben nog een gast, iemand die net negende is geworden op het grote Eurovisie Songfestival. Wij hebben ook een versie voor het hele orkest van Birds. Wij zijn, zoals je wel ziet, hier bezig om ons voor te bereiden op de uitzending van vanavond. Wat natuurlijk heel spannend gaat worden, maar echt superleuk. Hierachter is de studio van De Wereld Draait Door. Dat is onze kleedkamer. Zit iedereen nu even lekker te eten. En het past allemaal precies in de studio. Het wordt nog wel de vraag of het inderdaad echt allemaal gaat lukken om alles te spelen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in. Wordt heel erg leuk. Dit is de studio van De Wereld Draait Door. Normaal zit Matthijs van Nieuwkerk hier op deze plek, de welbekende achtergrond. Maar vanavond is het de kleedkamer van het Utrecht Studentenconcert. Nog niet eerder is volgens mij zo'n groot orkest in de studio bij Pauw en Witteman geweest. Dat past ook eigenlijk niet. We waren dus ook erg verbaasd dat ze dit aan ons vroegen. Eerst zouden we alleen maar aan tafel komen zitten, maar later belden ze ons op en zeiden: hey, we willen dit toch iets groter aanpakken. We willen het hele orkest in de studio. En op het moment dat ze dat zei, dacht ik: weet je wel waar je het over hebt? Hoeveel mensen dat zijn? Maar meteen erachteraan zijn ze dus de volle 80 man. U heeft het misschien al wel gezien. Wij worden omringd door muzikanten. Het is 200 jaar geleden dat Richard Wagner, de componist, is geboren. We hebben een Wagner-kenner aan tafel, Hein van Ekert. En we hebben een trompetist aan tafel. Die heet Daniel Molenburg. Maar hij is ook de organisator van het grote spektakel waar we over gaan praten. Maar eerst dit.